Even het scherm gaan delen. Nou, welkom allemaal. Ik ben Regina Koning. Ik ben juridisch adviseur binnen het programma Energie van de VNG. En vandaag zitten we in een kennissessie omgevingswet, basiskennis omgevingswet voor gemeenteambtenaren op het energiedossier. We zijn vandaag met velen. Vragen kunnen worden gesteld in de chat. En ik zal nu de presentatie gaan delen, want we hebben met elkaar een presentatie. Even kijken of ik hem hier kan vinden. Ja, dit is hem. En het kan voor sommigen even duren voordat hij in beeld verschijnt, maar gewoon even geduld en hij komt vanzelf in beeld. Vandaag, tot uiterlijk 12 uur zijn we er. Ga ik eerst even met u een kleine introductie geven op wat we vandaag voor u in petto hebben. Vervolgens komt er een introductie op de omgevingswet door Sarah Ros. Zij zal zichzelf even straks ook voorstellen. Daarna gaan we wat dieper in even wat betekent dit nou even? Wat betekent dit voor het dossier energie? Dus we gaan even wat meer specifiek in, ook op wetgeving die er nog aankomt. Dus het is niet alleen de wetgeving, hè, de omgevingswet die er aankomt, maar ook daarna komt er nog wetgeving aan die heel relevant is voor u specifiek ook. Dat pakken Jacco Karens en ik even gezamenlijk op. En we sluiten af met ruim voldoende tijd om nog vragen te stellen en met elkaar af te sluiten. Ja, ik pak altijd even deze slide erbij, want het gaat eigenlijk om verschillende opgaves. Een grote verandering is de omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Maar al veel langer zijn we natuurlijk bezig met het klimaatakkoord, dat al in 2019 gereed is gekomen. Waar ook vanuit alle gemeenten ook is aangegeven, we gaan echt met elkaar de schouders eronder zetten daarvoor. En daar zit ook een heel belangrijk onderdeel in voor de gebouwde omgeving. En dat is niet alleen waar het natuurlijk om gaat, maar voor die gebouwde omgeving en de fysieke leefomgeving zit wel een hele belangrijke link die we vandaag gaan bespreken tussen omgevingswet en wat de instrumenten in het klimaatakkoord zijn. En daar ligt ook een hele grote opgave. En juist die twee aan elkaar verbinden is een opgave op zichzelf wellicht. Maar we willen vandaag ook proberen over te dragen dat het misschien ook wel hele mooie aanknopingspunten heeft voor juist die energietransitieopgave om daar de omgevingswet voor in te zetten. Vooral als je gaat begrijpen van wat houdt nou eigenlijk die omgevingswet in? Wat zijn dat voor instrumenten die daar dan in staan? En hoe kun je dat op een slimme manier ook gaan inzetten? En dan geef ik zo snel mogelijk nu het woord aan Sarah. Want Sarah die heeft flink wat over te brengen aan jullie. Dus Sarah, neem het woord. Ja. Dankjewel Regina. Goedemorgen allemaal. Ik ben Sarah Ros. Ik werk ook voor de VNG als senior adviseur omgevingswet en coördinator participatie. In dit webinar ga ik u even kort meenemen in de basis van de omgevingswet. Met natuurlijk een knipoog ook naar dat energiestukje. Daar zal ik niet te veel over vertellen, want zometeen komen Regina en Jacco weer aan het woord. En zullen u dan meer gaan vertellen over hoe die omgevingswet en die energietransitie samenwerken. Voor mij vooral de basis omgevingswet. Ik kan me ook voorstellen als u niet jaren bezig bent met bijvoorbeeld die voorbereiding op de omgevingswet, dat dit best wel vragen oproept. Nou, dat mag. Die kunt u dus in de chat stellen en daar heb ik tijd voor ingerekend. Dus ik zou zeggen, schroom niet en stel de vraag gerust, want we hebben tijd om die vragen te beantwoorden. Dan is misschien wel de eerste vraag, waarom überhaupt een omgevingswet? Want we hebben toch best wel goed geregeld in Nederland met ontzettend veel wetgeving en regels en zelfs binnen Europa. Dus waarom zo'n hele nieuwe wet bouwen? Nou, die discussie heeft natuurlijk jaren geleden plaatsgevonden, want met die ontwikkeling van de omgevingswet is al gestart in 2014, 2012 geloof ik zelfs al de voorbereiding. Dus dat is al een tijdje bezig.
Het heeft ook best wel een tijdje geduurd voordat er uiteindelijk zo'n besluit kwam van hij gaat nu ook echt in werking treden. En dat zal 1 januari dan ook gebeuren. En in de basis van die discussie over die omgevingswet stond eigenlijk op het moment dat we kijken naar onze wetgeving in Nederland, dan zien we dat die best versnipperd is. Dat je die verschillende wetgeving over de fysieke leefomgeving, waar klimaat een onderdeel van uitmaakt, in allerlei verschillende besluiten en regelingen terugvindt. En dat is niet altijd makkelijk, want dat overzicht heb je dus niet zomaar. En het kan zelfs op projectniveau ook wel tot vertraging leiden. Zo is bijvoorbeeld de discussie over de flora en fauna. Hè, dat het beestje dat in de weg zit bij gebiedsontwikkeling, altijd een heel aanspreekbaar voorbeeld. Want dat kent iedereen wel. Hè. De ene wet spreekt de andere wet tegen en dat leidt natuurlijk tot problemen. Nou, in de omgevingswet is eigenlijk gepoogd, en dat was de eerste grote stap, om al die wetgeving samen te brengen. Juist op rijksniveau die conflicten er al uit te halen. En dat zorgt voor een inzichtelijker omgevingsrecht. En daarmee wordt natuurlijk bedoeld het omgevingsrecht voor de gehele fysieke leefomgeving. De tweede stap die gezet is bij die motivering over de omgevingswet is, als we dat dan toch gaan doen, hè, we brengen al die wetten zo mooi samen en we schonen het op en we halen de conflicten er zoveel mogelijk uit, laten we dat dan doen met oog op de leefomgeving. Dus niet alleen die procedure centraal zetten, maar vooral ook de onderbouwing die erbij hoort. Van wat wil je nou met elkaar bereiken in Nederland? En om dat goed te kunnen doen, heeft de wetgever gedacht een decentralisatieslag te maken. Dus het decentrale niveau net wat meer bevoegdheden te geven dan nu. En dat betekent dus dat gemeenten straks meer kunnen regelen via de omgevingswet dan nu. En ook over zaken gaan waar nu het Rijk of de provincie over gaat. En ja, je kunt natuurlijk geen wetswijziging of een stelselherziening oppakken zonder te zeggen het wordt er allemaal ook sneller en beter op. Dus dat was natuurlijk ook een heel belangrijk uitgangspunt. Nou, wat gaat er dan over? Ja, als je googelt op de omgevingswet, dan zie je al heel snel 26 wetten. Er wordt ook altijd wel gezegd 117 algemene maatregelen van bestuur en 120 ministeriële regelingen. Dat zou kunnen. Ik heb het niet geteld en ik denk mijn collega's eigenlijk ook niet. Ik weet het niet eens precies. Maar dit is wel belangrijk om even te laten zien, want de grootste wijzigingen gaan over deze wetten die hier staan. En dan zie je dat het al zeer omvangrijk is. Sommige wetten verdwijnen helemaal, andere gaan in grote delen over naar de omgevingswet. En bijna niets gaat over zoals het is. Dus dit is echt een grote stelselherziening. Dit heeft grote wijzigingen, brengt dit met zich mee voor de fysieke leefomgeving. Omdat er veel verandert. En dan is de volgende sheet daar een hele belangrijke in. Want deze omgevingswet stelt dus dat die gaat over de fysieke leefomgeving. Ja, wat is dat dan? He, waar begint de fysieke leefomgeving en waar houdt het op? Waar begint het domein fysieke leefomgeving, houdt het andere domein op? Of andersom, waar houdt de fysieke leefomgeving op en begint het andere domein? Nou, in artikel 2.1 staat dat redelijk uitgeschreven. En als je dit filtert, is het nu niet te doen, denk ik, in deze presentatie. Dan zie je al 10 hele belangrijke zaken terugkomen waarvan de omgevingswetgever zegt dat is echt het minimum van waaruit de fysieke leefomgeving bestaat. En dat zijn dingen zoals cultureel erfgoed, bouwwerken uiteraard, infrastructuur, watersystemen. Maar ook natuur en natuurlijke hulpbronnen. Dus je ziet in dit artikel, op deze sheet, dat de fysieke leefomgeving best wel veel omvat. We zeggen ook wel eens, om het heel simpel te houden, alles tussen hemel en aarde. Of alles tussen wolken en ondergrond. Want zo'n beetje alles dat de omgeving of de fysieke leefomgeving kan wijzigen, valt straks onder de omgevingswet. Nou, dat is best wel veel en dat is ook meer dan bijvoorbeeld nu de wet die we gebruiken, zoals de wet ruimteordening. Hoe werkt dat onder de omgevingswet als je met zoveel verschillende onderdelen moet gaan werken in besluitvorming? Nou, de omgevingswet creëert nieuwe instrumenten
En die instrumenten lijken soms een beetje op de instrumenten die we nu gebruiken in de fysieke leefomgeving, maar hebben ook net andere namen. Zo hebben we nu bijvoorbeeld een structuurvisie, dat wordt straks een omgevingsvisie. We werken nu vaak met projecten of deelbeleid, dat worden straks programma's. We hebben nu het bestemmingsplan en verordeningen bij een gemeente. Nou, dat wordt straks voor gemeenten het omgevingsplan. Voor provincies de omgevingsverordening en voor waterschappen de waterschapsverordening. We hebben natuurlijk omgevingsvergunningen. Nou, dat blijft hetzelfde heten. Maar als we spreken over een afwijkvergunning, dan komt daar weer een nieuwe term bij. En we hebben straks een duidelijker hoofdstuk over monitoring en evaluatie, waar ook bijvoorbeeld toezicht en handhaving een heel belangrijk onderdeel in is. En met deze instrumenten, zegt de wetgever, laten we die instrumenten van gemeenten, provincies en waterschappen in een beleidscyclus benaderen. Vandaar ook dit plaatje. Het is niet zo dat het ene instrument straks boven het andere instrument hangt, of dat je bijvoorbeeld, zoals nu dat wel het geval is, eerst een omgevingsvisie met elkaar moet vaststellen, alvorens je met een project of een programma aan de slag kunt of mag, alvorens je regels mag stellen in een omgevingsplan. Nee, de wetgever zegt, het maakt eigenlijk niet uit waar je begint in de beleidscyclus. Als je straks maar gebruik maakt van die instrumenten in de omgevingswet, want het is wel verplicht om ze aan het eind van de transitiefase te hebben. Nou, die beleidscyclus doorlopen is een enorme opgave. Dat noemen we de transitieomgevingswet. En die begint, die begint nu natuurlijk al een beetje in de voorbereiding, maar die begint officieel op 1 januari als de wet in werking treedt. En duurt voor gemeenten minstens tot eind 2029. En voor provincies stopt die op datum van inwerkingtreding. En de waterschappen hangen daar een beetje tussenin. Want de waterschappen gaan door tot ongeveer 2024, 2026 met hun transitie. In die transitie gaan overheden die instrumenten invullen en ontwikkelen. En als ze dat doen, ze gaan aan de slag met zo'n omgevingsvisie of met een programma of met een omgevingsplan, dan nemen ze daarin dus al die onderwerpen die ik zo net al even liet zien in dat artikel 2.1 mee. En daar is klimaat dus ook een onderwerp in en energie natuurlijk ook. Als dat in ieder geval gaat over het direct wijzigen van de fysieke leefomgeving. Zo zie je bijvoorbeeld ook in dit plaatje de rest terugkomen, de transitievisie warmte en het uitvoeringsplan. In afkortingen. Nou, daar zal Regina straks iets meer over vertellen, maar die kunnen dus een onderdeel gaan uitmaken van de instrumenten omgevingswet. Het is dus ook heel belangrijk als u bent van de afdeling klimaat of milieu of energie binnen uw gemeente of binnen de provincie, dat u contact zoekt met omgevingswetjuristen of omgevingswetbeleidsmakers. Om te zorgen dat die twee onderwerpen goed verankerd zijn. Want je hebt elkaar daarin straks hard nodig. Ik sta even stil bij de belangrijkste kerninstrumenten die we terugzagen in die beleidscyclus. Als eerste die omgevingsvisie, die is voor gemeenten en voor provincies en voor het Rijk verplicht om op te stellen. Provincies en Rijk hebben die omgevingsvisie al af op datum inwerkingtreding van de wet. Dat is dus 1 januari. En gemeenten krijgen iets langer de tijd. Vooralsnog is dat eind 2024. Maar misschien krijgen we zelfs nog wel iets meer de tijd. En die tijd hebben we om ervoor te zorgen dat die omgevingsvisie helemaal voldoet aan de eisen van de omgevingswet. En één van die eisen is dat de omgevingsvisie moet gaan over alle onderwerpen van de fysieke leefomgeving. Nou, die liet ik net al even zien, dat lijstje. Dat zijn tenminste 10 punten. En dat een omgevingsvisie briljant vergezicht is, dat nooit wordt uitgevoerd, maar nee, dat die omgevingsvisie doelen bevat die ook daadwerkelijk gehaald worden. Een omgevingsvisie is zelfbindend, dus bindt alleen het bevoegd gezag dat een omgevingsvisie vaststelt. Maar de wetgever zegt wel, als je een omgevingsvisie hebt vastgesteld, dan ben je ook verplicht om de doelen die je daarin hebt opgenomen uit te voeren of te gaan halen. En dat betekent dus ook dat je maatregelen moet gaan treffen en dat doe je in programma's. Er geldt ook een procedure voor die omgevingsvisie, dat noemen we de procedure afdeling 3.4 ABB. Nou ja, dat is dezelfde procedure als die nu gebruikt wordt voor bestemmingsplannen. En er is ook participatie verplicht bij het opstellen van zo'n omgevingsvisie. Dus dat is best een zwaar instrument dat ingezet moet worden. En wat je ook voor de langere termijn vaststelt.
Je kunt er ook voor kiezen, en dat is nieuw onder deze wet, om een omgevingsvisie samen met buurgemeentes vast te stellen. Voor grotere opgaven kan dat interessant zijn. Maar we zien nu dat de meeste gemeenten hun omgevingsvisie zelf oppakken en aan het voorbereiden zijn. En dat die net iets breder zijn dan de structuurvisies van nu, maar daar best een beetje op lijken. Nog even over die uitvoering, want dat is straks met het linkje naar de energietransitie ook belangrijk. Als er dus doelen staan in een omgevingsvisie, nou die komen daar natuurlijk in te staan, want dat is het hele plan. Dan is het belangrijk om die doelen uit te werken en dat ook te laten zien. Dat moet je kunnen aantonen. Dat doe je bijvoorbeeld door programma's vast te stellen. En in die programma's staan dan deeluitwerkingen van een omgevingsvisie of maatregelen die de gemeente of een provincie treft om die omgevingsvisiedoelen te halen. Nou, dit sluit ook denk ik mooi aan bij zo'n energietransitie. Hè? Dat stapje van beleid naar uitvoering is daarin cruciaal, want anders kom je nooit tot waar je wilt zijn. Dat programma dat je straks dus nodig hebt om die omgevingsvisies uit te werken. Ja, het is een beetje een moeilijke term, want binnen de gemeente en binnen provincies gebruiken we natuurlijk het woord programma voor vele zaken. Maar dit is dan een programma onder de omgevingswet. Daar kan heel veel onder vallen. Allerlei projecten, subsidieregelingen, inzet van communicatie of informatieinstrumenten kunnen allemaal een programma zijn. Op het moment dat je de omgevingsvisie uitwerkt of maatregelen treft om omgevingsvisiedoelen te halen, ben je eigenlijk bezig met een programma onder de omgevingswet. Zo makkelijk is dat. Met uitzondering van een paar zaken, want de wetgever heeft voor een paar onderwerpen gezegd, daar is een programma verplicht. Dan moet je dat ook doen met diezelfde procedure 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht. Dat is een zwaardere procedure en verplichte participatie. En voor die verplichte programma's, zoals voor gemeenten bijvoorbeeld voor geluid of voor fijnstof, zit de wetgever er net wat zwaarder in. Maar over het algemeen zijn programma's dus uitwerkingen van onze eigen doelen in een omgevingsvisie. Er is een vraag, Sarah. Mag ik die even tussendoor stellen? Ja, zeker. Wat gebeurt er op het moment dat de gemeente de verplichte doelen uit een omgevingsvisie dan niet naleeft? Het is zelfbindend, maar er moeten wel maatregelen worden genomen. Wat kan dan een uiteindelijke sanctie zijn, mocht er geen concrete maatregelen worden genomen om dan die doelen te halen? Ja, nou, die vraag snap ik goed. Nu is daar in de wet eigenlijk niet zoveel over opgenomen. Hè? Het halen van doelen. En in de omgevingswet wordt daar wel wat over gezegd. Stel, in een omgevingsvisie staat een mooi doel opgenomen. Dan zegt de wetgever dat je in die omgevingsvisie ook iets moet zeggen over de eigen rol bij het behalen van die doelen. Dat noemen we de sturingsfilosofie. En dat betekent dus dat zo'n bevoegd gezag, laten we even uitgaan van de gemeente, in een omgevingsvisie al aangeeft hoe die gemeente ongeveer van plan is aan de slag te gaan met het halen van die doelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een rol uit te leggen. Ik ga hier de regierol oppakken of ik ga samenwerken met marktpartijen of ik ga mijn woningbouwcorporaties aanschrijven of ik ga misschien wel regels stellen. Dat kan ook een uitgangspunt zijn. Of ik ga een gebiedsgericht project oppakken. Er staat dus al iets over in die omgevingsvisie. Je zou kunnen zeggen een soort uitvoeringsparagraaf. Nou, vervolgens ben je ook verplicht om doelen te halen die je zelf oplegt in zo'n omgevingsvisie. Maar daar zit geen termijn aan gebonden. Die termijn koppel je zelf aan je doelen. Dus daar kan je heel lang de tijd voor nemen, maar daar kan je ook strakker op zitten. En dat regel je dus via programma's. Nou, zo'n programma kan dus van alles zijn. Hè. Dat kan een heel zacht programma zijn. Het aanscherpen van bestaande vergunningen bijvoorbeeld. Of een iets harder programma zijn. Waarbij je echt allerlei financiële instrumenten inzet. Daar heb je zelf de keuze in. Als je maar maatregelen treft. Derden kunnen, en dat betekent dus inwoners en bedrijven, ook verzoeken om inzage daarin. Dus die kunnen bijvoorbeeld zeggen, ja, u heeft een mooi omgevingsvisiedoel opgenomen. Wij willen weten hoe het ervoor staat. Laat eens even zien hoe dat gaat. En dan kun je zo'n programma, wat je natuurlijk ook publiceert of bekendmaakt, laten zien en neerleggen om te zien dat je ook bezig bent met het doel. Nou, wat gebeurt er nou als dat niet lukt? Hè? Is dat nou echt juridisch afdwingbaar? Ik zou zeggen nee. Want een omgevingsvisie is zelfbindend. Dus je legt jezelf als gemeente iets op en het blijft beleid. Op het moment dat je de doelen niet haalt
En een inwoner schrijft je aan en wijst je daarop. Dan kun je volgens de wetgever 2 dingen doen. 1, de maatregelen aanscherpen in een nieuw programma of een wijziging van je programma. Je gaat harder aan de bak. Of 2, je omgevingsvisie aanpassen en je irrealistische doelen realistischer maken. Dus er is geen sanctie, maar er is wel een gevolg. Ja, dus dat wordt inderdaad nog even gevraagd van, kan een inwoner dan bijvoorbeeld die doelen uit een omgevingsvisie echt juridisch afdwingen? Nou, je gaf eigenlijk al het antwoord, hè? Dus echt ja. Zo, hè, er is geen rechtsbescherming op, niet in ieder geval op dat moment. Nee. Klopt. En, want een omgevingsvisie blijft zelfbindend natuurlijk, dus ja. Je kunt je eigen beleid ook weer aanpassen. Dus komt dat dan later in regels, in juridische regels, wat wel juridisch afdwingbaar is. Dan moet je wel zorgen dat dat logisch op elkaar aansluit. Of als je ervan afwijkt in je omgevingsplan, dat dan ook even goed motiveren en goed uitleggen. Maar juridisch afdwingbaar op die manier is het dus niet. En hier staat ook nog, als ik het goed lees, staat er een algemene zorgplicht. Ik mis even iets in de zin. Met andere woorden, dat zou moeten doorwerken in een visie of programma. Dus het verplicht doorwerken, lees ik even hier. Zit er een algemene zorgplicht in het moeten doorwerken van omgevingsvisie naar programma naar omgevingsplan? Ja, je hebt eigenlijk in die beleidscyclus wel een belangrijke scheiding tussen beleid en regels, laat ik maar even zo noemen. Zo'n omgevingsvisie en een programma is eigenlijk beleid, terwijl als je gaat omzetten naar je omgevingsplan, uiteindelijk waar de regels in komen, dan werkt dat natuurlijk door ook naar derden en is dat niet alleen maar meer zelfbindend. Dus dat is echt een andere stap die je zet en een ander gevolg. Je omgevingsvisie en het programma hebben niet die directe doorwerking dat de wetgever zegt er moet altijd een programma volgen op doelen uit een omgevingsvisie. En je bent wel verplicht om je doelen te halen, maar je kan dat soms ook met een ander instrument doen dan een programma. Dat helpt ook. Tegelijkertijd is het ook zo, soms heb je programma's die net iets afwijken van een omgevingsvisie. Ook dat mag, dat je in de tussentijd alweer met actuele zaken te maken hebt. Dus er is niet een keiharde doorwerking tussen de 2 instrumenten dat een programma altijd exact moet aansluiten op een omgevingsvisie of andersom. Maar de algemene plicht van zorg nou dat je kunt aantonen dat je met je doelen aan de slag bent, in de vorm van maatregelen of in de vorm van projecten. Ja, dat stelt die wetgever wel. En dat kunnen derden dus ook opvragen. Oké, dankjewel. Nou, de volgende stap is dan natuurlijk van als je je beleid hebt. Je bent aan de slag gegaan met die omgevingsvisie en met je programma's verplicht of onverplicht. Ja, dan komt daar natuurlijk ook een keer regelgeving van. En dat is nu zo met de bestemmingsplannen en de structuurvisies al. Maar dat is straks onder de omgevingswet ook zo. En dan krijgen we een omgevingsplan. Het omgevingsplan is van gemeente, maar je zou hier ook omgevingsverordening kunnen invullen voor provincies of de waterschapsverordening voor waterschappen of de omgevingswet voor het Rijk. Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen en straks ook vele omgevingsverordeningen die we nu kennen. Zolang het gaat over regels die de fysieke leefomgeving direct wijzigen, dan vallen ze straks onder het omgevingsplan. En wat je ziet is dat een aantal regels die nu op rijksniveau gesteld zijn, straks overgaan naar dat lokale omgevingsplan van de gemeente. Je ziet dat je de huidige planologische regels die je hebt gaat vertalen naar gebieden en het omgevingsplan. En je ziet dat je die verordeningen daarin gaat meenemen. En dit is een voorbeeldje van een plaatje van het transitieplan, omgevingsplan Amsterdam. En ik laat het even zien, omdat er wordt vaak gesproken over het omgevingsplan van gemeenten. Maar je kunt je voorstellen, als er zoveel regels in worden opgenomen straks voor die hele fysieke leefomgeving, van hemel tot aarde, bodem tot wolk, en ook heel het plangebied, de gemeente, voor al die verschillende thema's, dat je dat niet in één keer kunt doen. Dat kun je je gemeenteraad niet aandoen, dat kun je planopstellers niet aandoen en dat kun je participanten en insprekers ook niet aandoen. Dus de wetgever spreekt van wijzigingsbesluiten omgevingsplan en dat betekent eigenlijk dat je straks in puzzelstukjes dat hele kaartgebied, dat hele gemeentelijk gebied op je provinciale gebied gaat vullen met omgevingsplanbesluiten.
Met als doel uiteindelijk straks één nieuw groot omgevingsplan te hebben. Vol met regels, of niet, als je het niet wil regelen. Gekoppeld aan werkingsgebieden. En op die manier vul je de plankaart omgevingsplan straks. Nou, dat is een enorme operatie. Maar de wetgever heeft gepoogd gemeenten alvast een beetje te helpen. En dat doet de wetgever als volgt. Alle bestaande bestemmingsplannen worden alvast in een omgevingsplan gezet. En die krijgt elke gemeente cadeau op 1 januari 2024 als de omgevingswet in werking treedt. Dus iedere gemeente heeft straks al een omgevingsplan. De bestemmingsplannen heten dan geen bestemmingsplan meer, maar vormen gezamenlijk het tijdelijk omgevingsplan. Tijdelijk, want voor eind 2029 moet dat tijdelijk omgevingsplan worden omgezet in een nieuwe stijl omgevingsplan. En daar horen dus al die wijzigingsbesluiten bij, hè, om dat te doen. En in dat nieuwe stijl omgevingsplan zit nieuw beleid. Zoals bijvoorbeeld misschien wel regels over de energie of warmte. Daar zitten die rijksregels in waar ik het al even over had. Die, waarvan het Rijk zegt, die gaan we overhevelen naar gemeenten. En daar zitten een heleboel verordeningsonderdelen in. Ook onderdelen bijvoorbeeld uit de algemene plaatselijke verordening. Die nu dus in verordeningen staan en straks in een omgevingsplan staan. Dus we hebben op 1 januari een tijdelijk omgevingsplan van rechtswegen. Met alle bestemmingsplannen erin. Daar worden ook de omgevingsvergunningen aangetoetst. En dat zet elke gemeente straks volgordelijk, zou je eigenlijk kunnen zeggen, gefaseerd om naar een nieuwe stijl omgevingsplan ergens tot eind 2029, waarin een heleboel nieuwe regels zullen worden opgenomen. En dat alles gaat digitaal, want ook de Omgevingswet heeft een grote digitaliseringsopgave. Daar gaan we vandaag niet te veel over uitleggen, maar daar zijn er ook veel webcolleges en webinars over terug te vinden op de website van de VNG. Participatie is ook een nieuw onderwerp. Want participatie kennen we natuurlijk al lang in de huidige situatie. Gemeenten en zelfs provincies richten al vaak participatietrajecten in. Bij beleid en ook bij projecten. Maar onder de omgevingswet is participatie verplicht. En dat is belangrijk om even te noemen. Want als je dus aan de slag gaat met zo'n instrument uit de omgevingswet. Zo'n omgevingsvisie of een programma. Of straks het vullen van dat nieuwe omgevingsplan met wijzigingsbesluiten. Dan moet je aan participatie doen. En participatie zit op drie manieren in de omgevingswet. Als eerste via een kennisgeving, als tweede via een motivering en als derde via een aanvraagvereiste. Die kennisgeving, ja, die is misschien het minst belangrijk om hier te noemen, maar op het moment dat gestart wordt met een omgevingsplan, dus echt het vaststellen van regels, moet ook meteen in de beginfase al worden aangegeven aan het publiek, aan de samenleving, hoe een participatietraject eruit komt te zien. Dus niet achteraf, maar al aan de voorkant. En dat doe je via een kennisgeving. De motiveringsplicht is herkenbaarder, denk ik, als we kijken naar de huidige situatie met bestemmingsplannen en structuurvisies. In de motivering geef je aan op het moment dat het college of de raad een instrument vaststelt, hoe de participatie heeft plaatsgevonden en wat er met die input is gedaan. En dat is dus straks ook verplicht bij een omgevingsplan of een omgevingsvisie of een programma. En de aanvraagvereiste, het derde onderdeel participatie in de omgevingswet, die is gekoppeld aan de omgevingsvergunning. En dat betekent dat iedereen die straks een omgevingsvergunning aanvraagt, ook moet uitleggen of hij of zij een participatie heeft gedaan. Het is niet verplicht. Een nee is ook een antwoord, maar de initiatiefnemer moet wel een antwoord geven. Dus de aanvraagvereiste is eigenlijk de vraag die een initiatiefnemer beantwoordt over een mogelijk participatietraject. De omgevingswet regelt niet en helemaal niets over hoe participatie plaatsvindt. Dus alleen maar dat het gebeurt en dat de vraag aan de initiatiefnemer gesteld wordt, maar niet hoe dat gebeurt. In die zin is participatie dus vormvrij. En als we het hebben over inspraak of bezwaar en beroep, zoals we dat nu kennen, ook bij bestemmingsplannen bijvoorbeeld, dan verandert daar niets aan. Want die mogelijkheden die burgers hebben of die bedrijven hebben op besluitvorming van gemeentes en provincies, die blijft gewoon overeind. Participatie is dus iets wat naast de huidige rechtsbescherming komt te staan. Je zou kunnen zeggen extra ophalen van belangen uit de samenleving. Ook als het gaat over die energietransitie, ja, op het moment dat je dus aan de slag gaat met instrumenten uit de omgevingswet, is het van belang je te realiseren dat je aan participatie moet doen en de samenleving dus vroegtijdig moet betrekken, ook bij die grote onderwerpen.
Even op een rijtje nog van wat verandert er dan zoal, hè? Want ik ben al een beetje aan het einde van mijn onderdeel gekomen. Nou, er komen natuurlijk een stel nieuwe regels in die omgevingswet terecht. Het is wel een opgave waarbij veel artikelen die we nu kennen geschrapt zijn. Het is een grote opschonings- en actualisatieopgave geweest vanuit de huidige wetgeving. Maar er komen ook nieuwe regels bij. Uiteraard ook omdat wetgeving geactualiseerd moet worden. Bijvoorbeeld ten behoeve van de stikstofproblematiek. Je ziet dat deze wetgever een decentralisatie teweeg heeft gebracht. Dus er komen bevoegdheden extra naar gemeenten en naar provincies. Er worden instrumenten vervangen. We krijgen straks dus te maken met een omgevingsvisie, programma's en een omgevingsplan. En ook natuurlijk weer die omgevingsvergunning. We zien terug dat je straks verplicht aan participatie moet doen. En we hebben een transitieperiode. Dat betekent dus dat we op 1 januari, als die wet in werking treedt, niet meteen klaar zijn met al onze instrumenten, maar daar de tijd voor krijgen. Tot ongeveer het eind 2029. En we zien dat het jargon verandert. Want niet alleen de instrumenten hebben een andere naam, maar vaak zie je ook dat kleinere onderdelen in huidige wetgeving onder de omgevingswet net anders heten. Dus dat is even wennen. En we gaan digitaal werken. Alle plannen worden straks met standaarden opgesteld. Omgevingsvergunning aanvragen kunnen via het digitale loket worden aangevraagd. Meldingen worden digitaal gedaan. Bekendmakingen gaan digitaal. Kortom, er zit ook een grote digitaliseringsopgave aan. Er is denk ik een vraag, Regina. Oh ja, er komen ook al vragen die vooruitlopen op wat wij straks gaan behandelen. Even kijken, er was nog even iets over met de zorgplicht. En is er dan niet een zorgplicht om die doelen te behalen? Nou, ik heb al even in de chat ook uitgelegd dat het echt zelfbindend is. En dat het dus betekent dat je wel natuurlijk probeert die doelen te behalen. Want anders schrijf je ze niet op hè, als gemeente. Ja. Dus dat natuurlijk. Maar dat het ook dus kan zijn dat dat toch wijzigt. Dat je daarvoor ook juist die monitoringstool hebt. En dat je dan ook gaat kijken van, nou ja, moeten we dan ons beleid, omgevingsvisieprogramma gaan aanpassen? Of dat je zegt van, nou, we zitten nu toch in dat omgevingsplan, daar zijn we mee bezig. We gaan daar wat van afwijken. Dan is daar vanuit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, heb ik ze maar even toch genoemd. Heb je dan je motiveringsplicht en je zorgvuldige besluitvorming om daar ook aandacht voor te hebben in de toelichting van je omgevingsplan. Heb ik dat zo goed uitgelegd, Sarah, even? Ja hoor. Ja, en, om het even te herhalen. Ja, zo'n omgevingsvisie kan hele mooie doelen hebben. En de wetgever zegt inderdaad, neem het serieus. Je bindt jezelf. En dat betekent dus ook dat je echt aan de slag moet. Doe je dat niet, stel dan die doelen bij of scherp je maatregelen aan. Want anders ben je inderdaad niet als behoorlijk bestuurder bezig. Zo zou je het kunnen zeggen. En ergens heb je natuurlijk ook die wijzigingsbesluiten omgevingsplan, waarin je natuurlijk ook teruggrijpt op de doelen die je stelt in een omgevingsvisie. Dus die vertaling vindt dan eigenlijk vanzelf plaats. Ja. Ja. En ik krijg nog, en die zijn denk ik wel heel mooi voor jou om nog te beantwoorden. Anders had ik hem zelf ook nog even gesteld, die vraag over participatie. Van wanneer is dat nou eigenlijk dan nou precies verplicht? Even kijken. En hoe bepaal je nou dat participatie minimaal niveau vereist is en hoe leg je dat dan vast, dat je dat dan gedaan hebt. Dus dat is even nog wat specifiek op participatie. En ik vind het ook inderdaad een belangrijk, omdat participatie juist ook zo'n ontzettend belangrijk onderdeel is in dat klimaatakkoord. Nou, de wetgever schrijft eigenlijk voor dat op het moment dat je een omgevingsvisie vaststelt of met programma's bezig bent of omgevingsplanbesluiten neemt, en dat zijn natuurlijk allemaal overheidsbesluiten, dat participatie altijd verplicht is. De wetgever zegt wel, het is vormvrij, maar toch, hè, je kunt niet niks doen. Vormvrij betekent niet, we vragen 2 mensen wat en we zijn ermee klaar. Want, zegt die wetgever, het gaat over het vroegtijdig betrekken. Dus dat betekent dat je het op tijd moet doen. Hè, niet als je al een ontwerpbesluit klaar hebt liggen of een ontwerpbesluit hebt. Er staat dat je breed belangen ophaalt. En dat is niet een kleine groep. Eén ieder kan meedoen. De belanghebbende als onder participatie is dus een veel breder begrip dan de belanghebbende in bezwaar en beroep. Hè, het mag echt
iedereen zijn die meedoet in zo'n participatietraject. En je moet dus ook een ieder de mogelijkheid geven om mee te doen. Dat betekent dus dat je echt op tijd kenbaar moet maken dat je aan participatie gaat doen, waar mensen zich kunnen aanmelden, waar je informatie kunt vinden, et cetera. Nou, als je aan participatie hebt gedaan bij die drie onderdelen, dus bij een omgevingsvisie, een programma of een omgevingsplan, dan moet je dat dus motiveren in een motiveringsparagraaf. En die zit bij het vaststellingsbesluit van de raad en van het college. En in die motivering beantwoord je een aantal vragen. En die vragen zijn ook uitgelegd in de omgevingswet, die zitten in het omgevingsbesluit. Bijvoorbeeld de vraag, wie heb ik betrokken? Wat is de input die ik heb opgehaald? Wat heb ik met die input gedaan? Of hoe heeft die input mijn plan veranderd? Op dat soort vragen geef je antwoord in die motivering. Kan het zijn dat je het niet goed hebt gedaan? Nou, de wetgever schrijft je niks voor. Hè? Dat betekent dus dat je echt wel heel veel vrijheid hebt als bevoegd gezag om invulling te geven aan die participatie. Maar stel dat een participant of een mogelijke participant heel boos wordt omdat hij of zij vindt dat de gemeente dat niet goed heeft gedaan, of de provincie of zelfs een waterschap het niet goed heeft gedaan, en naar de rechter stapt, ja, dan zou het in theorie zou kunnen zijn dat die rechter zegt, nou, dit was zo mager. Iedereen snapt dat dit geen participatie meer is. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je besluit vernietigd wordt of dat je iets opnieuw moet doen. Dus het is belangrijk om dat serieus te nemen. De Tweede Kamer heeft ook een motie aangenomen, de motie Norm. En daarin is gesteld dat gemeenten, waterschappen en provincies verplicht zijn om participatiebeleid op te stellen. En in dat participatiebeleid leggen zij ook uit hoe ze invulling gaan geven aan die motivering. Dus hoe ze van plan zijn dat ongeveer te gaan doen bij die omgevingsvisies, bij die programma's en bij dat omgevingsplan. Zodat je dat als samenleving, als inwoner ook een beetje weet. Daar moet je dus van tevoren al over nadenken. Nou, heel veel gemeenten hebben dat participatiebeleid en heel veel waterschappen trouwens ook al af. Dus daar zijn ook goede voorbeelden in te vinden. Dankjewel. Ik had nog een laatste sheet. Ja. Die is van de staalkaart energietransitie. Die laat ik even zien, want als je die googelt, dan vind je die heel makkelijk via de VNG. En dit is eigenlijk een linkje dat gemaakt is tussen de omgevingswet en de energietransitie. Want als je dat omgevingsplan straks met wijzigingsbesluiten gaat vullen, kun je je voorstellen dat allerlei maatschappelijke opgaven daar een plekje in gaan krijgen. Zoals misschien wel de woningbouwopgave of waterkwaliteit of mobiliteit. Het kan over van alles gaan. En zo is energie natuurlijk ook een belangrijk thema. Hoe je met die verschillende opgaven in zo'n integraal omgevingsplan omgaat en wat voor type regels je dan bijvoorbeeld opstelt of hoe dat gaat, dat staat uitgelegd in staalkaarten, zoals ze dat noemen. Dat zijn eigenlijk een soort formats die je kunt gebruiken voor het omgevingsplan. En er is dus ook een staalkaart ontwikkeld voor de energietransitie. En die is te downloaden, van de VNG-website. Dus ik wilde daarmee eindigen. En het stokje aan jou overgeven, Regina. Dankjewel, Sarah. Er is nog één vraag over participatie gesteld in de chat. En misschien kun je die nog of zelf even kijken en even nog beantwoorden. Want dan gaan we nu even toch verder. Ja. En als die nog... Ja. Ja? Of wil je hem toch nog even nu snel beantwoorden? Ja, de wetgever zegt in principe is één ieder een participant. Sterker nog, zelfs andere bestuursorganen zijn een mogelijke participant en maatschappelijke organisaties. Eén ieder is een participant. Tegelijkertijd is het dat je per besluit als bevoegd gezag bepaalt wie je uitnodigt om mee te doen aan het participatietraject. Want soms is een besluit klein en soms is een besluit groot en allesomvattend. Soms heeft het een laag schaalniveau, soms een hoog schaalniveau. En om nou één ieder ook daadwerkelijk te laten meedoen in die participatie is misschien te veel gevraagd. Dus inderdaad, het kan zomaar zijn dat bij bepaalde besluiten het bevoegd gezag bepaalt, nou, we gaan werken met een burgerberaad of we gaan werken met een afspiegeling van de wijk of we gaan werken met bepaalde doelgroepen om belangen op te halen. En dat onderbouw je dan en daarmee heb je je stakeholders en je doelgroepen in beeld gebracht en kun je dat ook in je motivering uitleggen. Hartstikke bedankt, dankjewel. Komt dat dan straks een keer bij de rechter en kan dat dan misschien onderuit gaan? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet precies, want dit soort participatie is natuurlijk in die zin wel nieuw.
niet helemaal zo. Er zijn wat uitspraken over dat werd gezegd van nou, in de participatie kwam er een bepaalde oplossingen naar voren. Die zijn niet overgenomen. En dan zie je nu wel in de lijn van de jurisprudentie van de hoogste rechter van ja, maar dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat je dat goed onderbouwt en dat je vooral ook alles wat binnen wordt gehaald binnen met die participatie, dat je dat meeneemt in je onderbouwing als gemeente. Betekent dus echt niet dat je dat ook moet gaan doen. Al heeft misschien 100% gezegd, dat is de beste oplossing. Dan neem ik even het stokje over, ook samen straks met Jacco. En Jacco zal ook nog zichzelf even voorstellen. En ik pak deze even bij. En dat is eigenlijk een soort om de link te kunnen leggen voor jullie tussen het klimaatakkoord en de omgevingswet. Het klimaatakkoord bestaat, dus ik heb ook aan het eind van de presentatie een aantal linkjes in de presentatie opgenomen die je zelf thuis nog eens een keer zou kunnen aanklikken. Nou, daar zou je ook de klimaatakkoorden nog weer eens even kunnen bijpakken. Er zijn natuurlijk verschillende sectoren. Eén van daarvan is ook dan de gebouwde omgeving, maar ook mobiliteit en de klimaattafel, elektriciteit. Dus er zitten verschillende opgaven binnen weer dat klimaatakkoord. En wat je dan ziet als je dan het klimaatakkoord leest, dat is in 2019 is dat al met elkaar afgesproken, zoals ik zei. Dan zie je ook wel op heel veel punten komt even die omgevingswet om de hoek kijken. Dus die is toen al in dat klimaatakkoord al best wel vaak genoemd van ja, daar moet straks, dat is het instrumentarium wat gemeenten straks gaan gebruiken voor uitvoering ook van dat klimaatakkoord. Dus die haakjes zijn al wel terug te vinden. Is het dan nog precies op de manier, en dat zullen we straks ook wel even zien, zoals we dat nu eigenlijk al beginnen te zien en wat ook straks in nieuwe regelgeving komt. Nee, dat wijkt wel wat af. Je ziet ook alweer wat voortschrijdende inzichten. Dus alles wat in het klimaatakkoord staat, gaat straks niet helemaal precies worden zoals we straks in de wetgeving gaan terugvinden. Maar dat heeft ook echt puur te maken met dat er veel, ja, we zijn nog echt deze energietransitie ook nog echt het wiel met elkaar aan het uitvinden. Maar zo heb je het klimaatakkoord, zeg ik dan altijd maar, dat zijn dan de klimaatakkoordinstrumenten. Zijn bedacht voor de opwek en de wijkgerichte aanpak voor de warmtetransitie en de aardgasvrij transitie, noem ik dat dan ook. Dat is de regionale energiestrategie, de transitievisie warmte en de uitvoeringsplannen. En ik kom straks even dan terug, en je zag het net al ook even in de beleidscyclus die Sarah liet zien, dat als je dan, wat gebeurt er dan als je die instrumenten uit het klimaatakkoord langs de lat van de omgevingswet legt. Ja, en wat je dan ziet ook voor die opgave, als je dat dan koppelt ook aan de omgevingswet. Ja, die omgevingswet is niet sectoraal. Hè? Dat is energietransitie, het energiedossier, hoe groot ook en hoe het ook steeds doorwerkt in allerlei wetgeving, maar ook eigenlijk in alle vertakkingen van in deze maatschappij, hè, dus deze maatschappelijke opgave. Het is toch een sectoraal onderdeel. En dat is dus dat inpassen ook in het integrale idee van de omgevingswet. Er wordt met omgevingstafels ook binnen heel veel gemeenten. Het is niet een verplichting, maar je ziet dat er bij gemeenten heel vaak ook met zogenoemde omgevingstafels wordt gewerkt. En wat ik dan ook wel heel vaak meegeef aan jullie, aan gemeenteambtenaren op het energiedossier, wees daarvan bewust. En wat zou je morgen kunnen doen? Nou, morgen zou je bijvoorbeeld kunnen kijken van wie moet ik hebben voor die omgevingstafel? Want het is ontzettend belangrijk dat energie een onderdeel is van die omgevingstafel. En ook juist om al die opgaves, die grote opgaven waar gemeenten ook voor staan in het fysieke domein, om dat aan elkaar te kunnen gaan verbinden. En waar gaat die verbinding als eerste even? En dan haal ik eventjes terug waar Sarah het net over had, dat is eigenlijk die omgevingsvisie. Die omgevingsvisie hebben we eigenlijk op het eerste beleidsniveau, kom je dat eigenlijk in die beleidscyclus, kom je hem tegen. En in de omgevingsvisie, dan zie je ook dat als je dan al die lagen bekijkt, ja, het zijn heel klein hier. Dus ik zit zelf nu ook even weer te kijken van, oh jee, hij is wel heel klein. Maar er zit dan gebouwde omgeving, zie je als onderdeel daarin staan. Hier zie je bijvoorbeeld energievoorziening staan, water. Nou, al dat soort onderdelen ook hebben weer mogelijk invloed op het energiedossier in de zin van opwek, maar ook in die wijkgerichte aanpak.
Dus juist in, dat, in die omgevingsvisie zou je al als gemeenteambtenaar op dit dossier zoveel mogelijk ook al aan tafel zitten met je collega's die bezig zijn met de implementatie van de omgevingswet en die omgevingsvisie. En dat zullen we ook straks nog even aan de orde stellen. Dat heeft ook te maken met dat je in het energiedossier om tot een planproces te komen waarbij je uiteindelijk ook van het aardgas afgaat, hè, waar we straks nog even over gaan hebben, is dat er andere oplossingen, duurzame oplossingen, fossielvrije oplossingen gaan komen. Dan is het ook zo belangrijk omdat het al zo vroeg mogelijk ook in je omgevingsvisie al in alle plannen, in alle opgaven ook meeneemt. In het kader van het willen halen ook van je doelen is dat natuurlijk ook een heel belangrijk om te zien van nou ja, oké, maar we hebben niet alleen op het energiedossier doelen te halen, we hebben zoveel andere doelen ook nog te halen. En hoe gaan we dat in samenhang integraal zorgen dat dat ook dan gebeurt? Dus deze strategische, meerjarige visie, het is niet voor niks het woord visie, is eigenlijk ook wel een hele belangrijke stap in dat hele energiedossier waar jullie mee bezig zijn. Ik pak nog weer even de beleidscyclus erbij. En daar, ook daar zien jullie, ik heb nu alleen de transitievisie warmte, maar het geldt ook voor de regionale energiestrategieën. Een transitievisie warmte en de uitvoeringsplannen en straks de TVW, de up en de op. De TVW en de up en de op, dat zijn straks die de instrumenten die je uit de omgevingswet erbij ziet, is dus vanuit de transitievisie warmte en de programma's heb je het echt over de transitievisie warmte. Vanuit de uitvoeringsplannen denk je echt aan voornamelijk het programma. Nou, wat zijn nou eigenlijk die transitievisies warmte? De meeste gemeenten zullen hem ook al hebben. In de transitievisie warmte geven gemeenten aan dat ze voor welke wijken ze aan de slag gaan voor 2030. Misschien ook al een verkenning voor na 2030. En welke wijken ze aan de gang gaan voor de verduurzaming en de warmtetransitie, het aardgasvrij maken van hun gemeente. En dat gaat dan ook wijkgericht. En dat is dus voor de hele gemeente de transitievisie warmte. En vervolgens zal voor de onderdelen daaruit, wijkgericht, kunnen ook meerdere wijken zijn, kunnen meerdere buurten zijn. Ik noem het eigenlijk liever gebiedsgericht. Voor verschillende gebieden kunnen dan uitvoeringsplannen gemaakt worden. Het woord uitvoeringsplan, en dat zal straks ook nog weer even, daar gaat Jacco nog even dieper op in. Uitvoeringsplan is echt een term ook uit het klimaatakkoord, waar het niet met het omgevingsplan waar Sarah net over had. We gaan straks nog echt nog even dieper in wat nou dan de verschillen zijn en wat is het uitvoeringsplan dan wel. Ik ga dan nu eventjes het woord geven aan Jacco. Jacco, wil jij de besturing overnemen? Ja, hartstikke goed. Ja, en dan zet ik ook even mijn microfoon aan. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Jacco Karens. Ik werk ook bij de VNG op het energiedossier met name. En dan vooral de koppeling omgevingsrecht en energie. En daarnaast nog wat andere onderwerpen. Maar ik denk dat voor vandaag vooral die combi belangrijk is. En ik zal jullie in het tweede deel wat verder meenemen in de combi van de omgevingswet, de instrumenten en wat kun je daar nou mee of wat kun je daar niet mee straks als je aan de slag gaat met het realiseren van energie- en klimaatambities. Moet even kijken hoe ik hem nu verder. Ja, volgens mij bedien ik hem zo. Helemaal goed. Want net kwam al de vraag aan de orde, hè, hoe zit het nou met die, hoe zit het nou de combinatie tussen omgevingswet en het onderwerp warmtetransitie. Gina heeft er al het een en ander over gezegd. Sarah heeft wat algemene dingen gezegd over het omgevingsplan. Wat van belang is denk ik dat als we het hebben over de warmtetransitie, dat de omgevingswet niet los kan worden gezien van twee andere wetgevingstrajecten. Die staan eigenlijk los van de totstandkoming van de omgevingswet. En de omgevingswet is er al. Er zijn twee trajecten die heel erg zien op de realisatie van de warmtetransitie op gemeentelijk niveau, die direct ook heel erg van belang zijn voor wat kun je dan straks in dat omgevingsplan. Nou, wat ik al zei, het zijn twee
het traject in ontwikkeling. Dus dat zijn nog plannen. Die zijn ook nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden. De wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie die zal waarschijnlijk zeer binnenkort aan de Tweede Kamer worden aangeboden. En de wet collectieve warmte die zal wat langer op zich laten wachten. Omdat die eerst nog langs de Raad van State moet voor advies. En die twee wetten, die moet je eigenlijk in samenhang zien als het gaat om de realisatie van bijvoorbeeld aardgasvrije wijken, verduurzaming van de warmtetransitie. Want wat er straks eigenlijk gaat gebeuren, die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie maakt het eigenlijk mogelijk dat je als gemeente de bevoegdheid krijgt, dus niet de verplichting, maar de bevoegdheid, om ervoor te kiezen dat je bepaalde delen van je gemeentelijk grondgebied, bepaalde wijken, aanwijst als gebieden waarin op een gegeven moment geen aardgas meer mag worden gebruikt voor warmtevoorziening. En dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat is eigenlijk bedoeld als je hebt plannen gemaakt, je transitievisie warmte, je hebt een uitvoeringsplan vastgesteld en op een gegeven moment, ja, dan is er ook een plan, dan is er een business case voor een warmtevoorziening. Er is ook een warmtebedrijf aangewezen. En dan moet je dus eigenlijk als gemeente de mogelijkheid kunnen hebben om ervoor te zorgen dat woningen, gebouwen ook daadwerkelijk op dat warmtenet gaan aansluiten. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk die realisatie tot stand komt. Dat is eigenlijk kort gezegd wat die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie straks mogelijk gaat maken. En die aanwijzing, dus waar in welk gebied gaan we geen aardgas meer leveren, dat wordt dan straks een maatwerkregel in het omgevingsplan. Dus dat is het omgevingsplan bevat dan straks kun je als gemeente voor kiezen in het omgevingsplan een maatwerkregel op te nemen die een gebied aanwijst. En dan moet je ook weer denken aan wat Sarah net vertelde, over die werkingsgebieden. Je hebt een gemeente, het omgevingsplan geldt voor het hele grondgebied. En dan heb je waarschijnlijk dan straks van die kleine gebiedjes binnen dat omgevingsplan die je aanwijst als gebieden waar je geen aardgas meer levert. En daar wordt dan ook dat warmtesysteem bijvoorbeeld ontwikkeld. Dat kan overigens ook iets anders zijn. Het hoeft niet per se altijd een warmtesysteem te zijn. Je kunt er ook als gemeente voor kiezen om bijvoorbeeld een all-electric gebied aan te wijzen. Dat maakt deze wet in principe ook mogelijk. Het is heel erg toegespitst op warmtesystemen, maar in theorie zou je dus ook andere energieoplossingen kunnen kiezen. Wat wel van belang is dat tegelijkertijd dat je die maatwerkregel in dat omgevingsplan opneemt, je ook de mogelijkheid moet geven volgens die wet, of in ieder geval volgens de opzet daarvoor, om een opt-out te kiezen. Dus de maatwerkregel zegt, er wordt geen aardgas meer geleverd, je moet aansluiten op een warmtenet. Tegelijkertijd moet je eigenaren de mogelijkheid geven om iets anders te realiseren. En dat moet dan gelijkwaardig zijn. Dat kennen we nu ook uit de huidige regels, bijvoorbeeld het bouwbesluit. Dat je mag altijd een gelijkwaardige oplossing maken. Dat moet je dan weer melden bij de gemeente. En die gelijkwaardigheid die ziet primair op energie. Maar wat wel van belang is, is dat die gelijkwaardigheid natuurlijk ook gevolgen kan hebben voor bepaalde milieugevolgen. Denk bijvoorbeeld aan, je wilt niet aansluiten op een warmtenet, dan kies je voor een warmtepomp. Maar goed, die warmtepomp die maakt geluid. En als de buurman ook voor een warmtepomp kiest en de buurman daarnaast, dan gaat dat geluid ook cumuleren. En dan heeft dat milieugevolgen. Dus die gelijkwaardige oplossing wordt getoetst op energie, maar het omgevingsplan kan ook regels bevatten over milieugevolgen. En daar moet je dan ook weer aan toetsen. Mag ik even tussendoor wat even vragen stellen? Er komen heel veel vragen binnen, die hou ik zelf even niet bij. Nee, misschien dat doe ik ze straks nog aan de orde stel, maar jij hebt ze bijgehouden, Regina. Ja, in ieder geval even een vraag misschien. Maar zit dan ook iets voor de regionale energiestrategieën in die wet gemeentelijke instrumenten? Want de transitie zou je daar nog even iets over kunnen zeggen. En daarbij wordt hier dan bijvoorbeeld ook vraag van hoe wordt er dan getoetst aan een gelijkwaardige oplossing? Die zou ik zelf even willen doorschuiven naar een wat meer verdiepende sessie. Want dan gaan we echt wat meer de diepte in wat deze wet betreft. En dat is super interessant. Alleen daar hebben we vandaag gaat het wat te ver daarvoor. Maar dat is een vraag die we wel zeker gaan vasthouden. En ik had hier nog de vraag, zou je dus in theorie dan kunnen zeggen dat een bepaald bedrijventerrein met hoge temperatuuraanvraag op waterstof moet? In je warmteprogramma, in je uitvoeringsplan en je wijziging omgevingsplan. Dat zit ik even te denken. De wet maakt in principe mogelijk dat je met maatwerkregel een hernieuwbare alternatief aanwijst. Dus je hebt aardgaslevering in een gebied, er moet een hernieuwbaar alternatief zijn. Dat kan
heel veel zijn. Dus dat zou volgens mij ook waterstof kunnen zijn. Maar bij, als je dus een bedrijventerrein bijvoorbeeld hebt, maar daarvoor geldt dan wel weer dat, je, en dat is misschien ook voor een verdiepende sessie, de gaswet regelt natuurlijk nog niet de taken van netbeheerders met betrekking tot waterstof. Ja. Dus daar zit een beperking. Die maatwerkregel gaat eigenlijk over de taken van de netbeheerder. Die moet eigenlijk stoppen met aardgas leveren. En eigenlijk zou je op dat moment, als je, als je waterstof aanwijst als een alternatief in een bedrijventerrein, zul je dus ook moeten waarborgen dat er dus regels zijn over waterstof in aanpalende wetgeving. In dit geval dus de energiewetgeving. Je moet aangeven, in ieder geval kunnen aantonen dat het haalbaar en betaalbaar is straks, je omgevingsplan. Ook dat is echt nog wel een hele mooie sessie waard om daar dieper op in te gaan. Dus daar zal het inderdaad van afhangen of je wat je ook regelt in je warmteprogramma of in je transitievisie warmte of je visies enzovoort. Het moet uiteindelijk wel mogelijk zijn op het moment dat je omgevingsplan dan ook wijzigt en dat op die manier aanwijst. En er komt straks nog even vanuit 2026 wordt de warmtepomp de norm. Hoe verhoudt zich dat dan tot deze wet? Dus bijvoorbeeld je omgevingsplan? Ja. Dat is ook wel een belangrijke vraag, hè? Want je ziet natuurlijk nu dat de warmtepomp is een opmars. Wordt straks ook verplicht als je je ketel gaat vervangen. En dat betekent natuurlijk nogal wat. Want op het moment dat je een hybride warmtepomp hebt geïnstalleerd en de gemeente komt langs van we gaan hier een warmtenet realiseren, dan zul je toch moeten beoordelen van moet ik daar dan aan meedoen? Het is wel zo dat die verplichting volgens mij wordt vormgegeven dat je daaraan niet hoeft te voldoen als er een warmtenet wordt gerealiseerd. Dus stel dat er een wijk is aangewezen, daar wordt rond 2030 een warmtenet gerealiseerd. Dan hoef je dus niet een hybride warmteketel te installeren in 2026 of daarna als je hem vervangt. Maar mag je dus eigenlijk wachten totdat dat warmtenet wordt gerealiseerd en dan kun je alsnog daarop aansluiten. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat zo'n hybride warmtepomp, als iedereen dat gaat doen, dat is natuurlijk een individuele oplossing. Dat kan natuurlijk de business case voor een collectieve oplossing, waar soms goede redenen voor zijn om daarvoor te kiezen, wat ondergraven. Omdat er dan al een andere ketel hangt en je dus eigenlijk de facto niet zou hoeven aan te sluiten. Dankjewel. Er is nog een vraag over het warmteprogramma en de MER. Maar daar ga ik even een mooie verwijzing opnemen naar een podcast die Jacco heeft opgenomen samen met mij en iemand van de commissie MER. Waar dat eigenlijk heel goed in uitgelegd wordt. Dus daar ga ik graag even verwijzen. Dat lijkt me ook een goeie. Ja, ik heb nu alleen nog maar eerste wet genoemd. Het lijkt me ook goed om even op de wet collectieve warmte terug te komen, omdat daar ook net een vraag over was. Kijk, de wet collectieve warmte is eigenlijk het marktordeningsdeel van de warmteketen plus alle regels die nodig zijn. Hoe kom ik tot een levensvatbaar warmtesysteem? En die wet die staat op onderdelen, denk ik, los van de omgevingswet. Hè. De wet collectieve warmte die gaat ervan uit dat je straks een gebied aanwijst waar een levensvatbaar systeem zou kunnen worden geëxploiteerd. Dat heet een warmtekavel. Dat is een aanwijzing die niet in het omgevingsplan plaatsvindt straks. Dat is iets wat los daarvan staat. Vervolgens binnen dat warmtekavel wijs je dan straks een warmtebedrijf aan. Voor de kenners die dat enigszins gevolgd hebben, dat gaat ook over de vraag wie mag dat dan doen. En daar is lang discussie over geweest en inmiddels is duidelijk dat dat dan dat warmtebedrijf wat aangewezen wordt, in ieder geval dat daar een publiek meerderheidsbelang in moet zijn. Dus dat niet zomaar iedereen kan zijn. En als daar een warmtebedrijf binnen dat gebied is aangewezen, dan gaat dat bedrijf natuurlijk een plan ontwikkelen. Hè? Dus hoeveel gaat die warmte kosten? Wat voor een systeem wordt het? Allerlei technische uitvoeringsaspecten. En als dat helemaal rond is, dan ga je je omgevingsplan wijzigen en dan ga je dus eigenlijk die bevoegdheid inzetten die ik net besprak. Dus de koppeling van de wet collectieve warmte en de omgevingswet zit hem dus ook weer vooral in de wijziging van het omgevingsplan op het moment dat je eigenlijk je hele plan hebt rondgeredeneerd.
denk dat ik het daar even voor hou, want ik denk dat het ook goed is om even naar de volgende sheet te gaan. Die misschien ook een aantal van de vragen ook wat oplost. Dit is eigenlijk een schematische weergave van hoe dit systeem dan straks in elkaar moet grijpen. Aan de bovenkant zie je die instrumenten van het klimaatakkoord die we net hebben besproken. En de onderkant is eigenlijk alle instrumenten, de instrumentenkist die Sarah net heeft uit de doeken heeft gedaan. En hoe verhouden die zich dan straks tot elkaar? Want we hebben het klimaatakkoord uit 2019. En daarmee is gezegd, de realisatie van het klimaatakkoord op gemeentelijk niveau, dat moet geborgd worden in de omgevingswet. Dat gaat zowel over het warmtedeel, dat gaat ook over het energiedeel. Denk om de resten die moeten worden gerealiseerd. Dat moet geborgd worden in de omgevingswet. En het kan ook zijn dat die omgevingswet nog niet de juiste mogelijkheden daarvoor biedt. Dan moeten we ook weer nieuwe wetgeving ontwikkelen die dat dan wel mogelijk maakt. Denk aan die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Dat is eigenlijk een van de... daarin wordt eigenlijk door de Rijksoverheid mogelijk gemaakt dat die borging goed tot stand kan komen. Gemeentes hebben zo'n transitievisie warmte vastgesteld. En dat is een bestuurlijke afspraak. Dat is geen wettelijke verplichting op dit moment. Wat straks wel gaat gebeuren is als die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in werking treedt, dan wordt zo'n transitievisie warmte, als het volgens een paar eisen is vormgegeven, denk bijvoorbeeld aan participatie, dan wordt dat een verplicht programma, een warmteprogramma heet het dan. Met andere woorden, straks als die nieuwe wet, die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie echt in werking treedt, dan moet de gemeente over een warmteprogramma beschikken. Dus het dikgedrukte lijntje, dat geeft eigenlijk weer, er is een verplichting. De andere lijntjes zijn eigenlijk optioneel. Dat zijn geen wettelijke verplichtingen. Dus je hebt de transitievisie warmte, die moet straks iedere gemeente hebben. Dat wordt dan een warmteprogramma. Maar in zo'n uitvoeringsplan, daar kun je vervolgens voor kiezen als gemeente. Dat hoeft niet. Het is wel aan te bevelen. Je hebt bijvoorbeeld een transitievisiewarmte vastgesteld. Maar je moet, er zijn nog allerlei concretere keuzes die moeten worden gemaakt. Je moet beter aangeven hoe je bewoners gaat instrueren, betrekken. Dat kun je dan uitwerken in zo'n uitvoeringsplan. En dat kan ervoor zorgen als je eenmaal zo'n uitvoeringsplan hebt vastgesteld. Dat je vervolgens weer je warmteprogramma aanpast. Dus het stippellijntje geeft eigenlijk aan, het is best wijs om zo'n uitvoeringsplan vast te stellen en dat vervolgens weer te laten landen in je programma, maar het hoeft niet. Hetzelfde geldt voor het stippellijntje tussen het uitvoeringsplan en het omgevingsplan. Het uitvoeringsplan kan heel erg handig zijn om echt heel concreet weer te geven in een bepaalde wijk, waar gaan we naartoe? En wat dan in dat uitvoeringsplan staat, dat kun je weer gebruiken om je omgevingsplan te wijzigen en te motiveren met name ook. Want je moet straks, als je een omgevingsplan wijzigt en je zegt, er komt hier een warmtesysteem, moet je bijvoorbeeld ook de uitvoerbaarheid, de financierbaarheid, dat soort aspecten beschrijven. Dan is het heel handig dat je zo'n uitvoeringsplan hebt. Want daar staan waarschijnlijk op een heel concreet niveau beschreven waaraan hoe dat systeem straks gaat werken. Het omgevingsplan is dus in dit systeem eigenlijk het punt waarin eigenlijk regels direct gaan werken voor burgers en bedrijven. Alles wat daarvoor komt, dus het warmteprogramma, de omgevingsvisie, is vooral beleid. Dus is bindend voor het bestuursorgaan, voor de gemeente, maar niet voor burgers zelf. Ik ga even naar de volgende, ook gelet op de tijd. En als er hele dringende vragen zijn, dan vertrouw ik erop dat Regina eventjes interveneert. Want we gaan wel weer naar een iets ander onderwerp. Mag ik een vraag stellen, Jacco? Die ook kwam, zag ik in de chat. En misschien heb je daar tijd voor, inderdaad, over dit schema. Als je nou zo'n transitievisie warmte al hebt, wordt dat dan automatisch een warmteprogramma? En zo ja, zo nee. Aan welke eisen moet die transitievisie warmte dan voldoen om een warmteprogramma te worden? Ja, dat is een goede vraag. En het antwoord daarop geeft Regina eigenlijk al. Straks wordt er in die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie wordt overgangsrecht opgenomen. Want het was natuurlijk, in één keer kwam het Rijk met de verplichting, er moet een warmteprogramma zijn. En gemeenten hebben wel een TVW, maar daar gold het toen die werd opgesteld natuurlijk weer
ja, nauwelijks eisen voor. Hè. Daar was gewoon niet zoveel voor. Dus er is straks overgangsrecht. En dat heeft Regina hier beschreven. Je moet de uitgebreide procedure van de Algemene Wet Bestuursrecht hebben we toegepast. Dus denk aan, er moet zienswijze zijn ingesteld of mogelijk zijn gemaakt bij zo'n transitie via warmte. De regelgeving over de MER is van toepassing. Dat is denk ik een hele belangrijke. En er moet participatie hebben plaatsgevonden en het college moet de transitie via warmte hebben vastgesteld. Dat overgangsrecht dat kan nog wijzigen. Hè. We weten nog niet precies hoe dat er helemaal uit komt te zien. Maar let er dus op dat als je dus gaat werken met een warmtesysteem in je gemeente en je hebt een transitievisie warmte, kijk er dan naar, voldoet die transitievisie warmte en met name ook het proces, hoe dat tot stand is gekomen, voldoet dat aan die eisen van dat overgangsrecht? Zo ja, dan hoef je dus niet meer een apart warmteprogramma vast te stellen. Als nou blijkt dat het echt totaal iets anders is en je hebt al die eisen niet toegepast, ja, dan zou het kunnen zijn dat je dus weer een transitievisie warmte, ja, als het ware opnieuw moet vaststellen als een warmteprogramma. Ik heb al even wat vragen beantwoord in de chat. Wat denk ik wel even belangrijk is om ook nog te benadrukken, is dat we nog straks in de tekst, in de nieuwe tekst van de WGEW, komt er ook overgangsrecht van de TVW, hè, bijvoorbeeld naar dat warmteprogramma, waarin vooralsnog nu even hoe we het kunnen zien, staat dat dan voor een warmteprogramma de eisen die voor een verplicht programma gelden, die heb ik al ook even in de chat opgenomen. Maar dat het zo is dat je met de transitievisiewarmte die er nu is, al wel bijvoorbeeld die bevoegdheid die er dan straks komt in de omgevingswet, namelijk dat je daar in een gebied wil aanwijzen met een maatwerkregel en een datum wil noemen wanneer daar het aardgasvrij is of geen aardgas meer wordt geleverd. Dat kan dan wel op basis van je transitievisiewarmte die je dus hebt vastgesteld eind 2022. En dus voordat de WGEW in werking treedt. Dus dat is wel even een belangrijke. Dus dat betekent het niet dat je dan niks kunt of eerst een warmteprogramma volgens al die eisen moet voldoen. Daar zit dus een tussenstap in met zogenoemd overgangsrecht, wat al straks in de WGEW staat. Even kijken. We gaan maar even verder, Jacco. Ja, want er is nog 20 verder. Minuten. En als er nog en vragen zijn die we later moeten beantwoorden, dan kan dat ook via nog de vraag te stellen. Ja. Heel goed. Want we hebben het natuurlijk niet alleen over warmte als het gaat om de koppeling tussen energie en omgevingswet. Het gaat natuurlijk om veel meer. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie van wind- en zonneparken. Belangrijke ambities uit de RES die ook binnen de omgevingswet straks moeten moeten gaan landen. Dat betekent dat je steeds bij gemeenten, voor een deel bij gemeenten ligt de afweging over op welke locaties welke voorwaarden stellen. Denk bijvoorbeeld aan zonneparken met name. Bij windparken is dat natuurlijk wat minder, omdat die vaak op basis van bijvoorbeeld straks het projectbesluit worden gerealiseerd. Maar daarvoor geldt natuurlijk ook dat er een bepaalde rangorde is. Denk bijvoorbeeld aan het gemeente, je bent bevoegd gezag voor een zonnepark, maar het kan zijn dat de provinciale omgevingsverordening regels bevat over de voorkeursvolgorde zon. Willen we eigenlijk wel zon op land en onder welke voorwaarden? Hoe moet die inpassing geregeld zijn? En dat betekent dus ook dat je op het moment dat je een vergunning verleent voor een zonnepark, dat je ook steeds als het ware naar boven moet kijken. Wat zegt nou die provincie of wat zegt nou het Rijk daarover? Het geldt hetzelfde voor windturbines. Op het moment dat er natuurlijk wind wordt gerealiseerd. We hebben vorig jaar een belangrijke uitspraak gehad over de geluidnormering bij zon en bij windturbines. Aan de hand van de zogenaamde nevelen-discussie. Dat ging over dat er eigenlijk een MER moest worden gedaan voor de geluidnormen die golden op landelijk niveau. En dat was nooit gedaan. Nou, dat mocht niet. Toen is die regeling eigenlijk buiten werking gesteld. Nu wordt er dus een MER alsnog gemaakt. En in de tussentijd kunnen gemeenten nog wel windprojecten mogelijk maken. Maar dan zullen ze dus zelf daar regels over moeten stellen. Nou, dat soort aspecten zullen straks ook onder de omgevingswet voorlopig nog even een rol spelen. Met name ook omdat de MER over de regels in het BKL en het BAL over windturbines nog bemerkt moeten worden. En dus straks als de wet in werking treedt, dan zal het nog steeds zo zijn dat je dus op gemeentelijk niveau
daar ook bepaalde regels over kunt stellen. Denk aan geluid en andere omgevingsfactoren. Dus let daar ook op bij de realisatie van andere energieprojecten. Vervolgens weer binnenstedelijk denk ik vooral van belang dat de energietransitie, de realisatie van zowel warmte als, als energie heel wat gaat vragen aan de ordening van de ondergrond en de bovengrond. De ondergrond, denk aan bijvoorbeeld aan alle de netverzwaringen, de warmtenetbuizen, alles wat daar de grond in gaat. En dat betekent ook dat je daar als gemeente mee bezig moet, denk ik. Het gaat zowel over regelen we die ruimte in de ondergrond en over het uitvoeringsaspect. Wanneer gaat de straat open? Wat is de planning bijvoorbeeld van de netbeheerder voor het verzwaren van een elektriciteitsnet? En kan dat ook gecombineerd worden met andere werkzaamheden? En dit betekent dus ook dat je, wat Sarah net zei, van de wolken tot de bodem. Dat betekent ook dat de omgevingswet diep de bodem ingaat. Dus de regulering van de ondergrond als het gaat om leidingtracés, dat zou je natuurlijk straks ook gewoon in een omgevingsplan proactief kunnen regelen. Hè, door bijvoorbeeld het aanwijzen van gebieden, regels daarover te stellen, onder welke voorwaarden mogen netten worden aangelegd, welke plekken. En dat het ook bijvoorbeeld daarin andere omgevingscomponenten betrekken. Denk bijvoorbeeld aan bodemkwaliteit, archeologie. En zo kun je dus ook in het omgevingsplan straks als het ware functies toekennen aan de ondergrond en daar ook weer regels over stellen. En op die manier ook een proactief kunnen sturen op de ondergrond en de belasting die straks daarop plaatsvindt. En de bovengrond is natuurlijk ook erg van belang. Door de elektrificatie in de gebouwde omgeving en daarbuiten zien we dat natuurlijk steeds meer ook transformatorhuisjes nodig zijn. Denk aan de verzwaring van netten waar weer extra huisjes voor moeten worden gebouwd. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het toenemend belang van energieopslag, dus accu's. En dat betekent ook dat het in de bovengrond wat drukker gaat worden. En dat er dus nieuwe bouwwerken, extra bouwwerken moeten worden gerealiseerd. Waarvan dan weer de vraag is, zijn ze vergunningvrij of niet? Nou, dat is dan ook weer een vraag die je denk ik vooral bij je afdeling VTH zult moeten neerleggen op het moment dat dat aan de orde is. Maar denk bijvoorbeeld aan de elektrificatie van een deel van een wijk bijvoorbeeld. En daar worden dit soort huisjes gebouwd. Ja, dan is het wel van belang, is dat omgevingsvergunningvrij of niet? En dat zul je dan ook weer dus bij die collega moeten checken om te kunnen beoordelen. Ja, hoe lang gaat dat duren en wat voor een procedures hangen daar al dan niet mee samen. Het ander voorbeeld wat ook denk ik samenhangt met de ondergrond is de ordening van bodemenergiesystemen. Hier is een plaatje opgenomen van de masterplan warmte-koude op Zuidas-Noord. En wat je hier ziet is natuurlijk dat er binnen een gebied natuurlijk best wel veel verschillende bodemenergiesystemen op een gegeven moment in bedrijf kunnen zijn. En dat zorgt voor druk op de ondergrond. Dus dat betekent dat je ook binnen de omgevingswet aan de slag gaat met het beleid op die ondergrond. Wat willen we er nou precies mee? Hoe kunnen we nou al die belangen in die ondergrond, ook archeologie, ook bodemgesteldheid, hoe kunnen we dat nou verenigen met het energiebelang en de aanspraak die op de bodem wordt gedaan door het realiseren van nieuwe energievoorzieningen. En dat betekent ook dat je straks in je omgevingsplan bijvoorbeeld proactief interferentiegebieden kunt aanwijzen. Hè? Dus dat je ook daar in je omgevingsplan bepaalde gebieden aanwijst waarin interferentie zou kunnen plaatsvinden tussen bodemenergiesystemen. En dat je daar, en dat is denk ik ook wel belangrijk, in je omgevingsplan ook regels over kunt opnemen of er een vergunningplicht is of niet voor zo'n bijvoorbeeld met name gesloten systemen. Open systemen, daar is een vergunningplicht voor op rijksniveau, maar gesloten systemen zou je kunnen kiezen om een vergunningplicht op te nemen. Bijvoorbeeld om dat belang van die interferentie wat beter te regelen. Je wijst een gebied aan en vervolgens neem je een vergunningplicht op om te beoordelen, ja, wat gaat nou eigenlijk dat nieuwe bodemenergiesysteem doen met die ondergrond en de systemen die er al aanwezig zijn. Zo kun je dus ook op plaatselijk niveau wat beter met dit soort issues omgaan. En zo kun je dus ook je heel mooi je visie, je beleid
het door laten werken in een omgevingsvisie, misschien ook in een programma. Hè. Denk aan een programma ondergrond wat je zou kunnen opstellen, waarin je ook dit soort aspecten allemaal meeneemt. En dat vervolgens weer laten landen in regels in je omgevingsplan. En daar komt even een vraag over binnen, Jacob. Ja. Wat moet je dan in een masterplan bodemenergie? Waarschijnlijk is dat een gemeente waar een masterplan bodemenergie, of nee, dat hebben we natuurlijk hier gewoon staan, in je omgevingsvisie zeggen. Hè, welk detailniveau moet er dan in je omgevingsvisie staan? Moet er überhaupt iets op dat punt in je omgevingsvisie? Ik denk dat het wijs is. Maar het is natuurlijk wel zo dat de omgevingsvisie, dat hebben we net gezien, een integraal karakter heeft. Dus ik denk dat het heel zinvol is om dit te betrekken in je omgevingsvisie. Maar dan heeft het vooral te maken in de afweging die je daarin maakt met andere ruimtelijke keuzes die je maakt in de ondergrond. Al die componenten die in de ondergrond bij elkaar komen, die zou je wat dat betreft denk ik goed in je omgevingsvisie kunnen opnemen, omdat het een integraal karakter heeft. Maar als het gaat over het detailniveau, ja, dan gaat dat de integrale voor op het detailniveau. Dus dan zou ik zeggen, dan is het omgevingsvisie zou dan wat meer hoogover kunnen zijn. En dan zou het misschien wijs zijn om een programma ondergrond vast te stellen, waarin je op meer detailniveau eigenlijk het masterplan bodemenergie uitwerkt tot een systeem. Hè, hoe gaan we nou om met die ondergrond? Met nieuwe aanvragen, met de rol van de netbeheerder, met andere belangen. Welke maatregelen koppen we eraan? Hoe zit het met wanneer moet je. Dus daar zou je volgens mij in een programma veel meer dat detailniveau kunnen bereiken. En dat zou ik dan niet zo zelf in een omgevingsvisie doen. Nee, en het is ook even goed waarom de manier waarop Jacob dat uitlegt, zo is het inderdaad. En dat is ook omdat het niet in de omgevingswet is vastgelegd wat je nou precies aan detailniveau in je omgevingsvisie moet doen of in je programma. Dat is ook echt aan de gemeente om daar zelf te bepalen van nou, ik ga hier wat meer gedetailleerd iets zeggen over in de omgevingsvisie. En of ik ga dat meer in een programma doen. Dus daar is heel veel ruimte voor. In ieder geval de omgevingswet, corrigeer me Sarah als ik dat verkeerd zeg. De omgevingswet die verplicht daar nergens toe. Nee, misschien ik zie ook goed om, Jacke, om jou nog kort aan te vullen. Want ik denk dat je het goed uitgelegd hebt hoor. Maar je kunt het soms ook zo heel simpel zien. Een programma is ook een aanvulling op een omgevingsvisie. Dus soms komt een thema niet eens helemaal terug in een omgevingsvisie. Ja. Omdat je hem bij de hoofdlijn niet hebt meegenomen. Maar is het wel een belangrijk onderwerp voor de fysieke leefomgeving. En neem je dat onderwerp heel uitgebreid mee in een programma. En dan mag dat programma echt als een addendum of als een aanvulling werken op je omgevingsvisie. Dankjewel. Dan mag je nog even verder gaan, Jacco, want we hebben nog ik zie nog één vraag die ik heel kort kan beantwoorden. Dat is over het warmteplan. Gaat het dan op onder. Hoe gaat het instrument warmteplan dan over naar de omgevingswet? Nou, het instrument warmteplan dat is natuurlijk gebaseerd op het bouwbesluit. En het bouwbesluit dat komt straks te vervallen. Dus dat betekent dat het warmteplan als zodanig ook komt te vervallen en dat je dus regels over bijvoorbeeld de aansluitplichten op warmtevoorziening straks in het omgevingsplan opneemt. En dat dus eigenlijk het warmteplan straks nou, als het ware in het omgevingsplan schuift. Een laatste item wat denk ik van belang is voor het energiedossier is de vergunningplicht. Ik refereerde daar net al even aan, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende realisaties van energiegerelateerde infrastructuur, maar ook van warmtepompen, zonnepanelen, bodemenergiesystemen, kabels en leidingen in de ondergrond. Waarvan je telkens zult moeten beoordelen, zijn ze vergunningplichtig of niet? En dan straks onder de omgevingswet, dan wijzigt ook de regeling rondom vergunningplicht en vergunningvrij ten opzichte van nu. Dus dat betekent dat je ook weer met een nieuw systeem gaat werken. En dat er dus mogelijk ook meer bouwwerken straks vergunningvrij zijn. En dat je dus ook als gemeente zelf meer invloed daarop kunt uitoefenen. Er wordt straks nog wel een categorie aangewezen op landelijk niveau die vergunningvrij is. Maar er zijn ook heel veel bouwwerken die je gedurende die overgangsfase zelf kunt aanwijzen als vergunningvrij of niet. En daar heb je dus invloed op. Dus je zult telkens moeten checken op het moment dat er een zonnepaneel of een warmtepomp of een leidingstelsel wordt aangelegd. Ja,
Wordt er hier nou op landelijk niveau iets over gezegd? En dan moet je dus vooral kijken in het besluit bouwwerken leefomgeving. Een beetje de opvolging van het bouwbesluit. En als dat niet zo is, dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat je dus als gemeente daarover gaat. En dat je dus in je omgevingsplan daar regels over op kunt nemen. En dat betekent dat je misschien vergunningvrij kunt maken of juist niet. Denk bijvoorbeeld aan iets waarvan je verwacht dat heeft impact op de leefomgeving. Dat zorgt gewoon voor overlast. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om iets vergunningplichtig te maken in het omgevingsplan. Zogenaamde omgevingsplanactiviteit. Maar dat betekent natuurlijk wel dat om die activiteit te realiseren, om een warmtepomp of een leiding te realiseren, je dus een vergunning moet aanvragen. En dat dus het misschien ook langer duurt voordat het project gerealiseerd is. Nou, dat soort vragen, daar zul je denk ik ook nadrukkelijk de koppeling moeten vinden met VTH-collega's. Om te kijken van hoe kunnen nou die vergunningplicht en het vergunningvrij zijn van bepaalde bouwwerken, hoe kun je die nou integreren met een snelle realisatie van je energiedoelstellingen? Ik heb nog even een vraag hier. Even kijken. Kun je ook in een omgevingsplan, ik vond hem ook al even mooi voor jou, Jacco. Kun je in een omgevingsplan ook regelen dat het elektriciteitsnet efficiënt wordt benut? Bijvoorbeeld opwek en gebruik bundelen of oost-west oriëntatie, zonnepanelen. Zijn dat zaken die je in je omgevingsplan kwijt kunt? Ja, ik denk dat dat een hele mooie vraag is. Ik zou ook nog niet direct een antwoord op weten. Kijk, ik denk dat je dit niet per se in je omgevingsplan hoeft te regelen. Je zou kunnen zeggen dat je hoe een bouwwerk moet staan op het blauw bouwvlak. Dat bijvoorbeeld een zuidhelling moet hebben, zodat je daar makkelijk zonnepanelen op kunt leggen. Dat je dat ook al gewoon in de voorfase kunt in je ambities, in je stedenbouwkundig plan, maar ook in je onderhandelingen met ontwikkelaars bij gebiedsontwikkeling, dat je dat daar al kunt regelen, dat dat niet per se in je omgevingsplan hoeft. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het regelen van efficiënt gebruik van elektriciteitsnet, dat kun je eigenlijk al in de voorfase regelen. Want ik kan voorstellen dat als je echt regels gaat opnemen over efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet, dat je in een schemergebied gaat komen tussen fysieke leefomgeving en energiewetgeving. Dus wat de elektriciteitswet, de gaswet en straks de energiewet regelen. Want je zou je ook kunnen afvragen, is efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet een belang van de fysieke leefomgeving? Of is dat misschien een belang dat ergens anders thuis hoort? Ik weet daar het antwoord niet op. Maar ik zou me kunnen zeggen, om dit te doen, zou je denk ik makkelijker in de voorfase kunnen doen. En daar dus niet per se dwingende regels over stellen. Om te voorkomen dat als je de dwingende regels over stelt, dat je misschien in de discussie belandt. Ja, maar is dit niet een schemergebied? Of is dit eigenlijk over het randje van de fysieke leefomgeving heen? Ja, dankjewel Jacco. Inderdaad, je schetst dat heel mooi. En ik denk dat dit ook een wat mooie vraag, een mooie input is die wij hier ophalen voor die staalkaart energietransitie, transitie in de gebouwde omgeving, die dan toch op een gegeven moment, als de omgevingswet in werking treedt, weer eens een keer wat geüpdate mag worden. Dan zijn dit wel mooie, we houden ze goed in het hoofd om dat dan mee te nemen. We gaan richting de afsluiting. Ik zie nog een aantal vragen staan. Het zijn zoveel vragen dat ik denk van, nou, daar kunnen wij ook nog even wel op reageren straks als wij de mail naar u toesturen met daar ook in de presentatie. Waar ik nog even op wil wijzen, ook straks in deze presentatie, is welke verdieping ziet u voor zich? Dat mag gemaild worden naar Jacco of naar mij. Kan ook nog even hier in de chat gezet worden, want die chat die bewaren we natuurlijk. Of kan ook naar energie@vng.nl worden gestuurd. Dus ook daar mogen suggesties worden gedaan voor. Nou, dit vinden wij wel een interessante verdiepende sessie voor onszelf wat betreft ook die omgevingswet en voor ons energiedossier. Verder wil ik heel graag wijzen op een schakeldag. Omgevingswet die wordt regelmatig georganiseerd. Dat zijn grootste bijeenkomsten, grootste kennissessies, waarvan ze ook hebben gezegd van, nou, daar kunnen deze mensen die nu de basiskennis hebben gekregen over de omgevingswet, dat heb ik ook even met ze afgestemd, heel erg welkom, kun je ook zeker volgen. En daar zullen, heb ik begrepen, ze zijn nog niet helemaal rond met het programma, er zullen ook mogelijk workshops worden gehouden met verdieping op wat betreft het energiedossier.
Dus ik denk voor jullie een hele interessante schakeldag die gaat plaatsvinden. En dat kan al voor aangemeld worden. Had ik dat natuurlijk even bij moeten zetten. Wanneer die is, volgens mij oktober dit jaar. Maar oké, staat gewoon even via de link, is dat makkelijk te vinden. En even kijken, dan wil ik nog even de laatste sheet. Heb ik vooral veel linkjes opgenomen. Ik merk al dat ik er een aantal ga toevoegen die ik ook al in de chat heb genoemd. Dus die zal ik hier nog even aan toevoegen. Dus om jezelf toch nog eens eventjes wat verder misschien je interesse of je verdieping te vinden. Heb ik hier een aantal websites genoemd. Ik noem ook nog even specifiek de website van het Nationaal Programma Lokale Warmte. Ga daar ook even een keertje heen. Bezoek die website. En ook daar kunnen dus juist vragen worden gesteld. Dit is de opvolger van het programma Aardgasvrije Wijken. Daar zat een kennis- en leerprogramma in. En heel veel informatie wat daar allemaal ook is opgehaald en is gedeeld met iedereen. Dat is ook weer onderdeel van de website van het NPLW. Dan rest mij om jullie allemaal hartelijk te bedanken voor jullie aanwezigheid. En hopelijk, en heel veel dank trouwens voor beide sprekers, Sarah en Jacco. En ik hoop jullie bij een volgende bijeenkomst weer te ontmoeten.